Parlementariër André Misikaba wil graag van de regering weten waarom de samenleving aan het eind van de maand steeds wordt geconfronteerd met betalingsperikelen. Dit gaf hij gisteren aan het begin van de openbare vergadering. Misikaba zei verder dat er tijdens de begrotingsbehandeling aan de regering is gevraagd om onder meer het onderwijs niet in problemen te brengen door late betalingen. Maar we merken toch dat bijvoorbeeld bus- en boothouders niet op tijd worden uitbetaald met alle gevolgen van dien, geeft de parlementariër aan. Ik heb één voorbeeld gegeven, maar in zijn algemeenheid de betalingsperikelen. We weten dat de financiële middelen aan het beperkt zijn. We hebben gevraagd dat er prioriteiten worden gesteld. Dus ik kijk uit naar de reactie van de regering hierop. Verder, ik heb begrepen dat er vorig jaar een principeakkoord getekend is tussen het Algemeen Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En ik begrijp van de werkers al daar dat er maar niet over gegaan kan worden om deze principeakkoord uit te voeren. En de mensen van ABS, de werkers daar, voorzitter, elke maand, zeg maar ver in de maand hun salaris krijgen. Ik vraag aandacht daarvoor. Voorzitter, en laatste punt. Voorzitter, we zijn in CARICOM en we zetten producten af op de CARICOM-markt, zoals andere CARICOM-landen ook hun producten afzetten hier. Alleen heb ik het gevoel dat onze producten toch wel op een bepaalde manier, voorzitter, steeds weer problemen krijgen om uiteindelijk te komen in die landen. Soms heb ik het gevoel dat er opzet in het werk is. We hebben die Doxa affaire gehad, waarbij de Doxa leverancier aangeeft dat alles gedaan is om de Doxa op de markt van Trinidad te krijgen en elke keer allerlei problemen. Nu krijgen we de situatie van reis op Jamaica. Ik vraag Suriname om met reciprociteit te handelen, want we zijn moe van de bejegening die we krijgen van andere landen wat onze producten betreft. Dank u wel. De parlementariër Celsius Waterberg vroeg ook aandacht voor de gezondheidssector. Deze wordt ook getroffen door de economische situatie en cliënten hebben moeite om betalingen te verrichten, zei Waterberg. Mensen die chronisch ziek zijn zitten met hun handen in hun haar omdat ze worden doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij die nu wel geen 1500 meer vragen, maar ze vragen 1000 SRD cash van die mensen. En die mensen zijn meestal niet werkende. Mensen boven de 60 jaar, nee, niet boven de 60, maar boven de 50 jaar, niet werkende. Voorzitter, gaan aandacht van de regering. Zowel de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Sociale Zaken, als de minister van Volksgezondheid. Ja, dank u wel. Regering, aandacht er, want er wordt, we zeggen dat de wet manco's heeft, maar mensen houden zich ook niet aan de wet. Dus, want dat verhaal kan niet. Parlementariër Celsius Waterberg. Hij vroeg in de Nationale Assemblee aandacht voor de gezondheidssector die zwaar wordt getroffen door de economische situatie in het land.